Dag alle kreeften. Welkom bij jullie maandelijkse horoscoop voor het teken kreeft voor de maand december 2013. Goed nieuws voor de kreeften, omdat Venus, de planeet van de liefde, de planeet van het zelfvertrouwen of van de waarden, de planeet van het evenwicht, bevindt zich uitzonderlijk lang. Dus normaal gezien blijft Venus één maand in één teken, maar nu blijft het uitzonderlijk lang, 4 à 5 maanden, in jullie zevende huis. Dat is het huis van uw relatie. Dat is het huis van uw één-op-één relaties. Als je geen relatie hebt, het is nu het moment om buiten te komen, omdat Venus mensen aantrekt. En waarschijnlijk mooie mensen. Want Venus in jouw zevende huis wil ook zeggen schoonheid die passeert. Schoonheid die jouw wens te bereiken. Dus als je single bent, je hebt zeker die 5 maanden de mogelijkheid om iemand te leren kennen. Ben je in een relatie, dan is het zeer positief voor de relatie. Want Venus is de planeet van evenwicht. Dus ging het bijvoorbeeld wat moeilijker, dan is het nu het moment om de problemen glad te strijken. Wat nog voor de kreeften? De planeet Mars zit in het teken weegschaal. Normaal gezien blijft Mars 2 maanden in hetzelfde teken. Nu is het uitzonderlijk voor 8 maanden in hetzelfde teken, in weegschaal. Dus vanaf december tot 8 maanden verder voor jullie kreeften zal Mars in jullie vierde huis zich bevinden. En wat is het vierde huis? Het is het huis van thuis. Dus voor vele kreeften, zeker met een kreeftascendant, verbouwingen thuis, veranderingen thuis, verhuizen kan ook. Of gewoon werken thuis, is ook een mogelijkheid. Of meer activiteit rond het huis. Op een ander gebied kan het te maken hebben met heel diep werken aan jezelf. Werken om jezelf beter te leren kennen. In ieder geval een positieve tijd voor de kreeften. Ik hoop dat jullie ervan kunnen profiteren. Zeker met Venus in dat zevende huis. Ik wens jullie het allerbeste. Als je een consultatie wenst, gelieve de link te gebruiken. En tot volgende maand. Dank voor het luisteren. Dag!